Als ik jullie aandacht mag. We hebben natuurlijk van tevoren al over nagedacht over deze locatie. En het is niet dat wij hadden ingeschat dat het zo druk zou worden. En dat het er uiteraard ook wat rumoerig van zou worden. Dat nemen we dan maar op de koop toe. Maar we gaan zo meteen toch starten voor de bruiloft van Liekske en Kobbes. En Visk en Oude Kool, zijn ze allemaal binnen? Zijn allemaal binnen. Mensen, ben jullie allemaal binnen? Dan kunnen wij met het spul beginnen. Daar buiten staan er al twee schoon. Nee, hier binnen staan al twee schoon zetels klaar. Voor ons kerstvers nieuwe bruidspaar. Ik zou zo zeggen: Visken en Oude Kool scoorden jullie maar uw eerste goal. Ze stonden al klaar achter die deuren. Brengt jullie maar een schouw naar voren. U mag allemaal weer rustig gaan zitten. En voor Kobbes moet het natuurlijk heel bijzonder zijn, want dat heeft hij in heel zijn leven nog niet één keer meegemaakt. Hè? Hey, dit is speciaal voor Ali gecomponeerd, dit muziekje. Hartelijk welkom, Kobbes en Liekske. En kijk maar eens goed om u heen. Zie de galie wie er allemaal zijn. Ze zijn bekend niet te tellen. Ik zal er ze een paar van vergen stellen. Prins Frank de Tweede van de Duvel niet bang. Die maakt ook hier het speul aan de gang. Samen met adjudant Patrick, zijn trouwe vriend. Die geeft Ali de ondersteuning die je verdient. Maar ook vorst Leo zit in de zaal. En ook hij gooit heel veel gewicht in de schaal. En natuurlijk is hier het allerhoogste gezag. Die regelen voor Ali deze prachtige dag. De burger en de sik. Die doen hun uiterste best. En een duurse advocaat, die doet de rest. Pastoor Prop is verhinderd. Die werd vandaag geopereerd in Elk Leek. Hij zit dit er volgend jaar bij is, maar garanties geven ze er niet. Dus, geef Heron gauw zijn een kans. Dat zal hem wel lukken, want goede wijn hoeft geen krans. Samen met een afgezant van de paus. Zorgt voor de devotiesaus. En dan hebben we nog Visken en de Oude Kool van de politie. De grote trots van justitie. Dat zijn politie waar je maar mee kan. Die hebben alles in de hand. Yeah! Hartelijk welkom aan Omroep Centraal. Yeah! Want Kelly maakt van dit bruiloft een schoon verhaal. Yeah! Kelly bent van onschatbare waarde. Want die beelden gewoon rechtstreeks over heel de aarde. Yeah! Tot slotelijk, hartelijk welkom aan het publiek. Yeah!
zonder Ellie was de sfeer nog nooit zo uniek. Zo, dan zou jij het woord aan de burger geven, want dan kunnen we dadelijk met die grote plechtigheid beginnen. Burger, aan jou het woord. Dankjewel, meneer de president. En we zitten toch vol hier in deze tent. Maar dat kan ook niet anders met zo'n skon boerenpaar. En ja, wat paasten jullie toch skon bij elkaar. Ik begin even te vertellen wie jullie bent. Want ik denk niet dat iedereen jullie al heel goed kent. Liekske, dat is onze goedlakse bruid. En wat ziet er jij er toch fantastisch uit. Jij straalt helemaal tot achter uw oren. Ik denk dat jij met die glimlach bent geboren. Oude Malse lach, die is overal bekend. Maar dat komt natuurlijk omdat jij een Helmondse bent. Geboren en getogen in de kroeg. En dat zei eigenlijk al genoeg. Jullie vader was beroepsdrummer in een band. Hij was landelijk vrij bekend. Onder andere voor de Dik voor Mekaar show. Hij werkte daar veel voor de radio. En bij Freddy Golden in het orkest. Daar was hij altijd op zijn best. Liekske mocht veel mee naar de studio. En daar maakte ze haar eigenste show. Ze zat met vader Abraham te lullen. Of met André van Duin te flauwekullen. Dus dat verklaart haar muzikaal talent. Want ze speelt zelf ook in een band. Bij Heintje en bij de Harmonie blaast ze op zo'n saxosie. Of weet ik veel hoe zo'n ding ook heet. Het is in ieder geval een muzikale meid. Ze waren ook gastvrouw op een cruiseschip op de Rijn. En dat bandje, dat liep echt als een trein. En dat gastvrouw, haar heel goed lach, beter als jou Leo denk ik, doet ze dat nog steeds vandaag de dag. De sauna van Termezon is haar domein. En dan vindt ze het altijd nog heel erg fijn. Ze is niet vies van een beetje bloot. Maar daarom heet ze natuurlijk ook de groot. Het is een vrouwke met temperament. En ik hoop dat jullie ze nou een beetje kent. Ook Den Bruggen, onze kobbes. Dat is ook zo'n goede lobbes. Behalve hartstikke aardig en heel lief. Is die event ook gruwelijk sportief. Zoals hij voetbalt, buitengewoon. Een waar GVV-icoon. Technisch, slim en supersnel. Zo beheerste hij het voetbalspel. Grote clubs stonden voor hem in de rij. Maar dat maakte Kobbes helemaal niet blij. Vereeuwigd trouw aan GVV. En daar maakte hij heel veel vrienden mee. Hij haalde met Gimmert heel veel prijzen. Nou hoeft hij zijn eigen niet meer te bewijzen. Maar sport, dat blies zijn lust en zijn leven. Dat kan hij zijn eigen volledig vergeven. Hij golft, hij tennist en duurt door de bossen wat hardlopen en lekker met zijn fietsje crossen. En als hij dan nog wat tijd over heeft, dan geloof ik dat hij nog geld erop ging. Bij het Sint-Anna ziekenhuis of zo. Daar is hij hoofd PNO. Dan ben ik in de snotneus, zou ik zeggen. Maar dat hoef ik jullie niet uit te leggen. Dus liefske, ben maar blij. Want ook gij hebt een lot uit de loterij. Ja.
Bedankt burger voor deze mooie introductie. Daar wordt een prachtige trouwproductie. Maar voordat we erop gaan wagen, wil ik eerst onze sikkers vragen, hebben ze ook getuigen bij? Kom eens op, waar ben jij? Ja, ja, hier ben ik al. Rustig aan, het is carnaval. Hey, weet je hoe warm het is hier binnen? Skis een beetje op, manneke. Rustige tuigen. Ga maar eens staan. Hoe zitten ze? Die heet Martens. En van voren is John. Hey! Het is een echt een heel mondel. Maar dat is op zich niet zo heel bijzonder. Hij hoeft hier trouwens niet te praten. Hij houdt hier alles alleen maar mee in de gaten. Hij is een soort halfbroer van de bruid. Maar hoe dat krank zit, dat maakt eigenlijk ook niet uit. Een pittige tuige van de bruid, die ziet er ook geweldig uit. Dat is Liesjes de beste vriendin. En die bracht haar uiteindelijk naar Limmerdin. Om hier nooit meer weg te gaan. Want anders had je hier ook niet gestaan. Liefje heeft Petra als getuige aangeprijsd. En zij is een dochter van Gert van der Wijst. Maar ook Kobus, die stiksel van de vrienden, die zijn erebandje wel verdiende. Rob Snoeks, bijvoorbeeld, dat is er een. Die mekaar al heel erg lang kennen. Kobus had altijd heel veel leut met deze fysiotherapeut. Selectievoetballer, dat was voor hem toch wat hoog gegrepen. Maar hij is er wel allemaal in de billen geknepen. Nou sporten ze samen nog heel wat af. Ja, hier paast het korre prima bij het kaf. Nee, dat komt dadelijk. Rob, ga eens even staan in het publiek, jou kan zien. De Rob Snoeks. En je andere leuke gast. Die kwam jaren geleden al uit de kast. Die goede vriend heet Franske Hages. Bekend van de Sorbo met die paarsgele wagens. Maar nou heeft de Sorbo dat veranderd in roze en wit. En wij denken dat Frans erachter zit. Filmen, dat is nog net niet zijn beroep. Al stonden alle omroepen al wel eens bij hem op de stoep. Al jaren mocht hij prachtige reportages. Helemaal zonder subsidie of andere gages. Het is een organisator puur sang. En dat doet hij al verrekkers lang. Vandaag zit hij Kobus bij. Voor een heel aardige schoon trouwpartij. Nou, Sik, dat je bedankt bent, dat weten. God er nou maar weer eens even voor zitten. Mensen, nou zie ik jullie alle denken. Laat die twee maar gauw het ja-woord schenken. Maar waar het altijd maar zo simpel? In iedere vijver zit wel een rimpel. Want voor we dit huwelijk wettig kunnen verklaren, zitten we nog op een kwak bezwaren. Er zijn altijd wel van die gekken, die liggen dan weer te verrekken. Die willen niet dat jullie trouwt. En dat proberen ze tegen te houden. Maar wij weten me zoiets wel raad, want onze duwelse advocaat, die was ze allemaal de oren. En hij heeft nog nooit een zaak verloren. Laat die mensen dus maar zeuren, straks ging het hier gewoon gebeuren. Advocaat, ik maak plaats voor jou.
De eerste bezwaar is van het buurschap De Heuvel, Maria en Mirjam. Het tweede bezwaar is van Toon, de muziekdochter. Toon Gielik, met de oude buurman, dat is de oude buurman van Kobbes. En als derde, Carlo Krommetijn. Eerste bezwaar. De intro. Ze kunnen zich voor het bezwaar doen. Ze kunnen de microfoon die bij Kobbes en Liekse staat, kunt u gebruiken. Ja, burger, ze blijven het altijd weer proberen om hier de zaak even te komen frustreren. Dus politie, breng die bezwaarmakers maar schoon naar binnen, dan kunnen we hier met gelach beginnen. Oh, zijn er al. Kobbes, wij hebben als buurt eens zitten denken. Hoe kan er nou toch de liefde aan zo'n badvrouw schenken? We weten wel dat jij van een grapje houdt, maar dat je dan met een ander trouwt? Kobbes, dit is geen verwijt. Maar volgens ons ben jij toch wel een beetje de draad kwijt. Heb jij je eigen dan helemaal niet in de hand? Of is er iets mis met jouw verstand? Er staat dan wel, hij is sportief, maar dat bedoelen ze niet mee. He, een ander lief. Mirjam is dan wel niet jouw vrouw, maar dat keuren wij als buurt niet goed, die non-trouw. Ze is toch al jaren jouw trouwe gezellin. Dus hou op met die flauwekul en ga terug naar uw gezin. Kobbes, als je het met dat badvrouwke daar zet, wordt het huilen. Wat dacht je dan dat er kwam van dat ruilen? Er stit dan wel vlugge Kobbes van het uurst mee voetballen. Liekske, wij willen jou er maar eens even op wijzen. Voetballers zijn echte kwallen. Zal hij jou wel gewoon bevallen? Kobbes, wij als buurt proberen natuurlijk te steuken. Ongeremd, want wij willen jou natuurlijk nog niet kwijt, want je bent wel een schone vent. Kobbes, misschien denkt je met badvrouwke nou getroffen het. Maar als je maar weet, vanavond om 12 uur, dan is het uit met de pret. Wij helpen jou er maar eens even aan herinneren. Want het is wel net zo fijn voor jouw kinderen. Liekske, het badvrouwke, je moet nou vandaag met onze buurtgenoot pronken. En er ook nog naar lonken. Want voor in een dag is het schoon. Maar morgen is het met die flauwekul echt gedaan. Wij wensen jou vlugge Kobbes van het uurst bij deze nog veel plezier. En vanavond toch nog een beetje vertier. Dankjewel Maria en Mirjam. Ja buurt. Ons Marie, die ook is hier gezeten. Al ben ik er soms nou wel vergeten. En vond ik er toen wel leuk, al dat achterbaksgesteuk. Ja. Vond jij toen iets kon, toen je hier met die muziekdokter hebt gestaan. En nou probeer je hier de zaak te blokkeren. En dat is voor ons echt niet te verteren. Al bezwaren, hoe goed ook bedoeld, die zijn nergens opgestoeld. Want Kobbes en Liekske, die zijn top. En daar leeft al die buurt straks helemaal van op. Het is misschien een beetje wennen, maar als je Liekske straks een beetje beter leert kennen, dan wilde die ook nooit meer kwijt. Want het is een fantastische meid. Dan zeg je, hou ze maar eerder gehad. Nou gaan we tenminste op tijd in bad. En in een schoonboezeroen. Dus hier zal ik maar mee moeten doen.
tweede bezwaar is van... Oh, dat zal Jan zeggen. Dat zal ik. Dankjewel, advocaat. Toon de muziekdokter. Maar Kobus, die liep pas na het stappen pastoor Prop tegen het lijf. Dan zei hij, hey pastoor. Wordt er in de hemel ook gevoetbald? Nou, zei Prop, dan heb ik een goede en een slechte mededeling voor jou. Het goede nieuws is dat ze de hemel aan een heel goed elftal hebben. Het minder goede nieuws is dat je over mij is dat opgesteld. Maria, waar ben jij? Maria, waar ben je? Oh, hé, schatje. Geachte leden van de Hoge Raad. Als vriend en oud-buurman van Kobbers wil ik bezwaar maken tegen het huwelijk. Mijn bezwaar is gelegen in het feit dat de tijd tussen de comparisie en het huwelijk te kort is geweest om elkaar beter te leren kennen. Toen Maria, het champignondeurske en ik in 2011 in dezelfde situatie zaten, hebben we uitgebreid de tijd genomen om elkaar te leren kennen. En ik mis dat bij Kobbers en Lieske. Niet dat ik Kobbers iets wil misgunnen, maar ik wil wel dat Lieske weet wat voor vlees in de kuip heeft. Waarschijnlijk weet ze het al, want binnen 12 uur na de bekendmaking schreef Kobbers, vlugge Kobbers, op Facebook dat de klus geklaard was. Zo, dat eerste feestje zit erop, zei hij. Inclusief een foto van beiden in bed. Nou mag Kobbers vlug zijn, maar zo vlug hoeft het ook niet neer. Sterker nog, binnen een week was Ine Pennings, de verloskundige, vriend van Kobbers, op Facebook. Dat noem ik een kwestie van snel regelen. Maar weet je, Liekske, dat Kobbers niet tegen zijn verlies kan? Ik mag hier staan. Nog een stapje. Nee, ik pas wel op. Liekske, je weet dat Kobbers niet tegen zijn verlies kan, zei ik al. Hè. Als hij denkt te verliezen, gaat hij, bij het tennissen, de ballen die in zijn, uitroepen. Oh. En bij het voetballen... Ja. Tada. Bij het voetballen blijkt een schouderworp in zijn ogen maar een gewone schouderduw. Een trap tegen de enkel van een tegenstander is een per ongelukje. En zelfs kleine kinderen proberen hij uit het spel te lullen. Hij kan gewoon niet tegen nee. Ik ben benieuwd wat er straks gebeurt als jij nee zou zeggen. Hij wil gewoon de beste zijn. In juli wil Kobbers met mij de vierdaagse lopen. Ik heb vandaag al getraind. Van Kobbers naar Lieske en weer terug hier naartoe. En hij zat lekker op de kar. Hij traint verder al volop. Alles doet hij om in shape te blijven. Zijn sixpack mag geen grootverpakking worden. Maar de vierdaagse is niks voor Kobbers. En weet je waarom niet? Hij wil de beste zijn. Hij wil voorop lopen. En de exen van Kobbers weten dat. Die moeten hem altijd maar volgen. En Lieske, ik voorspel je, Kobbers is geen blijvertje. Maar Kobbers is wel een aardig ventje. Want hij heeft mij gevraagd om dat een paar keer te zeggen. En als ik dat zou doen, zou ik een etentje van hem krijgen. Dus dat komt allemaal goed. Maar weet je, Lieksje, dat Kobbers erg ijdel is? Vroeger Kobbers is zo ijdel dat hij liefst Zwarte Piet zou zijn. Iemand ooit Zwarte Piet met grijze haar gezien? En hij heeft graag een bruin kleurtje. Maar als hij dan met Sinterklaas mee moet naar Spanje... en dan toch elke 14 dagen terug moet naar zijn eigen kapper om zijn haar te laten doen... is een beetje veel van het goede, hè? En dan zijn rimpels. Kijk maar eens goed, Lieksje. Als hij lacht, schiet hij de scheur in het plamuur. En dan die tattoo, waar niet over gesproken mag worden. Die heb jij natuurlijk al lang gezien, hè? Wij niet. En weet je wat Kobbers voor ringtoon heeft? I'm sexy and I know it. Hij kan gewoon niet wachten tot iemand belt. Hij kent hem wel, hij kent hem wel. Straks allemaal bellen. En Lieksje, weet je dat hij hoogtevrees heeft? Hij heeft zich vanmorgen echt op het hoogtepunt. Vanmorgen moest hij op de ladder bij Lieksje. Ik zag hem zweten en trillen. Nou, dat zien we veel vaker bij Kobbers. Hij heeft zo'n hoogtevrees. Als hij in een half leeg glas kijkt, dan krijgt hij al maagkrampen en zweetdruppels op zijn voorhoofd. En zelfs de gedachte aan het hoogteverschil bij gemaaid gras geeft bij hem dezelfde klachten. Je zult hem ook nooit zien maaien. Maar het kan nog veel erger. Laatst stond hij wat te frotten met een kwast en wat verf. En ik kwam een beetje bij hem kijken. En ik dacht, ja, ik wil hem wel helpen. En bood hem iets aan.
Ik zei, moet je een krant hebben? Acuut sprongen de zweetdruppels weer op zijn voorhoofd en de angst kwam als een bliksem flitsen uit zijn ogen. Nee, dank je, zei hij. Ik kan er zo wel bij. Maar Kobbers is toch een aardig ventje. En dan zijn onhandigheid, Liesje, weet je dat? Hij is zo onhandig, als er een lamp vervangen moet worden, gaat hij zijn vader bellen. En daar komt zo vaak voor dat zijn vader ondertussen een huisje gebouwd heeft achter in de tuin, is hij dichterbij. En ik zeg je, als je gaat trouwen, krijg je zo je schoonvader mee. Ja. En hij is zo onhandig, hij kan met name met carnaval met zijn eigen sleutel niet eens zijn eigen slot openmaken. En hij is zo onhandig, hij drinkt zijn koffie zwart zonder suiker en melk, omdat hij bang is dat er iets misgaat als hij gaat roeren. En overal kennen ze dat. Als ik hier aan de bar een wijntje voor Kobbers bestel, dan zeggen ze, moet er een glas bij? En hij is echt zo onhandig dat zijn carnavalsvrienden op als woensdag aan hem, pas aan hem vragen of hij mee wil helpen met het opbouwen van de kar. Maar Liekse, nog even een advies, laten we het even serieus houden. Noem hem nooit eigenwijs. Zeg gewoon dat hij vasthoudend is. Dat klinkt beter voor hem en wij weten dat hetzelfde is. Ja? Goed, maar Kobbers is toch een aardig ventje. En dat had hij ook gewoon kunnen zeggen tegen jou, als er gewoon meer tijd was geweest. Dus Hoge Raad, dit is slechts een bloemlezing van de dingen waarvan ik vind dat Liekse die allemaal had moeten weten. Als er meer tijd was geweest, dan had hij het gewoon zelf kunnen zeggen. En Kobbers kennende heeft hij dat niet allemaal verteld. Ik ga ervan uit dat ik u voldoende overtuigd heb om mee te gaan met mijn bezwaar tegen dit onechte huwelijk. Van Liekse en dit aardige ventje. Dankjewel. Zo, dit etentje is wel geregeld, denk ik. Hè? Hey, weet je wat wij eigenlijk nou niet snappen? Dat jij hier een beetje uit de school komt te klappen. Hij lokt Kobbers uit zijn tentje en hij noemt hem wel degelijk een aardig ventje. Allemaal maar om een etentje te versieren. Maar dan moet hij hier niet zo komen staan te klieren. Want toen jij met Marie Champion hier hebt gestaan, toen heeft hij dat ook met jou niet zo gedaan. Hij was als getuige heel loyaal. Maar nou vertelde jij hier in een keer een heel ander verhaal. Gij noemt hem edel, eigenwijs en kan niet tegen verlies. Zo'n verwijten, die zijn op zijn zaakst gezet, onkies. De vierdaagse, dat is voor hem ook helemaal geen vraag. Die lukt hij als het moet nog wel in 3 dagen. En die hoogtevrees, ach, dat heb ik gehoord. Maar hij eet toch nooit uit een diepenbeurt. En onhandig, ja... Die zijn er hier wel meer. Maar jullie vader die doet die klusjes heel geer. Dus Toon, je kan ons niet overtuigen. En we gaan voor oud bezwaar echt niet buigen. Nee, nog niet voor 1 miljoen. Dus ook jij zal het hiermee moeten doen. Dankjewel, advocaat. Zometeen Carlo Krommetuin, vriend van Kobbers. En dan als het vierde bezwaar wordt het vrijdagavondgroepje de muziekvriendinnen van Liekske. Trouwens, weten jullie het verschil tussen een Pinanti en een Pilske? Weet jij het verschil tussen Pinanti en een Pilske? Nou ja, een Pilske gaat er altijd in. Carlo, aan jou het woord. Als je hier komt staan voor Omroep Centraal is dat bitter. Kom je mooi in beeld over een hulde wereld. Gezicht. Of dat verstandig is, Jan, dat weet ik niet, jongen. Beste boerenbruidspaar. Nou, een appje, meer berichtje. Stou ik hier met mijn gedichtje. Bezwaar, bezwaar. Ik kom er niet uit, raar. Toen ik ze zag, als ze in de schone lag... Zij een dubbel keen en een skon gebit, maar hij kijkt toch maar verrekkers wit. Dus bezwaar voor die echtpaar voelt toch raar. Misschien horen ze wel bij elkaar. Bezwaar, bezwaar voor die echtpaar. Hij als hoofd van de po is mijn heer toch een mooie combo. Bij een makelaar ging het er ook maar voor een hoop koude steen. Dan is het in de sauna lekker warm en erogeen.
Zij komt s'avonds thuis met haar hoofd op hol. Dat klinkt toch heel verwachtingsvol. Ellie Mirjam blijkt ook maar een ijsmadam. Ze duwt maar aan met haar koude kant. Zo komt die functie van eigens vakant. Bezwaar, bezwaar. Ik kom er nog niet uit, raar. Hij voetballer uit hart en nieren. Denkt alleen nog maar aan aanvallen. Met umskakelen en verdedigen kent hem niet plezieren. Hij wil veel sporten en gezond leven. Maar zonder roken en bier stuurt hij te beven. Voetballen, tennis, golven en skiën. Maar zonder kantine geen strategieën. Bezwaar, bezwaar. Vermin is het kant en klaar. Je moet de huwelijk niet zomaar veroordelen. Ik zie ook verdelen. Een moderne vorm van swingers, maar zonder adapters. Vreemd gaan is het ook weer niet met zijn bekende griet. En verandering van spijzen die eten, dat zou je toch ook moeten weten. En wie weet, misschien is er wel om op te vreten. En wie weet... Oh, sorry. Bijkomende pluspunten dat je de tweede paasdag voor heel uw hut naar de IKEA moet. Maar ja, ik zou zeggen, kies dan een blonde zonder tieten en een grote kont. Dan is het gegrond. Zijn doorgewinterde heeft in de sauna al van alles gezien. En bij sommigen is het echt afzien. Bezwaar, bezwaar. Ik ben er nog niet uit. Raar. Al is het op voorwaarde of in gemeenschap, hopelijk wordt het geen misstap. Het huwelijk is een zwaar aangaan. En niet zonder een vloek of een traan. Als groepie van de drummer van de band wil het toch ook wel eens een echte vent. Ene die kan voetballen, roken en zuipen. En door zijn suiker naar huis moet kruipen. Vrouwen vallen toch op foute mannen. Zeker op die met trouwplannen. Lieske, weet wel waar je aan begint. Voordat je hem bemint. Hij kan de kraan niet fixen. Maar wel hoe een jurk openritsen. Hij kan nog geen lamp vervangen. Maar wel uren aan de bar hangen. Bekant de rijkste van de Kuiperstraat. Maar zo pinnig, dat is het resultaat. Een minnaar, een man. Nee, eerder een charlatan. Met sigaretten van een ander sprokkelt ze hij bij elkaar. Bezwaar, bezwaar. Ik kom er nog niet uit, raar. Vrouwen moeten niet al te letterlijk nemen. Figuurlijk zijn ze het mooist, dat moeten van me aannemen. Het moeilijkste huwelijk is dat met de ideale vrouw. Nog 6 pagina's te gaan. Als je ze hebt gevonden, bied ze maar eens trouw. Bezwaar, bezwaar. Ik kom er nog niet uit. Raar. Is de huwelijk wel te stuiten? Anders zitten ze morgen vroeg aan de beskuiten. Geluk is het innigste dat vermenigvuldigt. Als je deelt en niemand verontschuldigt. En weten, het is een feit. Spijt komt al te laat en nooit op tijd. Maar als ik moet denken aan Ellie Mir, dan duurt dit ook wel heel erg zich.
En wat denkt u van de kids? Wie moet hen de weg wijzen als een gids? Misschien gauw ik te hard van stapel en moet ik meer afstand nemen. Anders krijg ik dadelijk nog hartproblemen. Maar ach, het is maar in een dag. Dus ik ga overstag. Van min krijg je de zegen. En hopelijk kwam er niet ongelegen. Door dik en dun, door heel en stuk, wens ik jullie bij veel geluk. Ik zeg maar zo, het leven is mooi en verrek is kan. Maar je moet er wel wat te drinken bij hebben. Anders wordt een houtere van beton. Bezwaar, bezwaar, ik weet het niet. Alaaf. Dankjewel, Karel. Bezwaar, bezwaar. Maar ook weer niet. Het is een twijfelachtige litanie. Maar eigenlijk ben jij er al lang uit. Dit huwelijk is gewoon een wijs besluit. Zo'n kans, die krijgt niet iedereen. En het brengt trouwens ook heel veel volk op de been. Wat zien die twee daar nou eens genieten? Zo'n kans, die liet het toch niet schieten? Carlo, wij zijn het er samen over eens. Kobus is vandaag een contente mens. Ik denk dat jij dat ook wel had gedaan, als jij hier had me gestaan. Maar zo'n kans is maar 1 op een miljoen. Dus hier zal jij het ook mee moeten doen. Het vrijdagavondgroepje De Muziekvrienden van Liekske en dan de vrienden van Kobus, Michael Bots. Hadden pas dat verhaal niet gehoord? Ik stond te luisteren bij hun in de Dr. Kuiperstraat en vroeg Karel voor een keer aan Kobus: hey, kijk die geile vrouw ooit aan tijdens de seks? Ja, zit hij, die ene keer. Toen stond ze voor het raam te kijken. Wie geeft de microfoon? Liekske, 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 wat maakt ons nou? Gij moet eens goed horen. Gij laat ons staan in de kou. Om naar een of andere kobbes te scheuren. Ja, ja, Liekske. Van de vrijdagavond kende gij ons. Wij zijn het muzikale groepje. Wij speelden daar samen op klarinet, trompet en saxofoon. Bij een diene advocaat daar op de troon. Wij hebben ons hand vol aan de muziek, of niet? En gij het. Ook nog heel veel tijd voor een hoop getetter. Maar ondanks dat spelen wij samen als een spetter. Maar wat zien wij nou gebeuren? Ons muzikale Liekske van de Gaarde. Ge nou haar buren evenaren. Liekske die met alle trends door meedu. De Jackie, ja, is nou ook daarbij. En eens hadden veel kilometers in de benen. Sinds die snelle Kobus is verschenen. Want daar in zon, met al die blote mannen om de bar, raakte gij door al die prikkels misschien wel in de war. Ook het bruine kleurke op uw lijf en snoet, dat doet ons denken dat ons badvrouwke het met een ander manneke doet. Is dat misschien de manier om hun mond te snoeren? Of bliezen ook bij hem steeds maar ouwe hoeren? Jackie is aan al dat kabaal en gezwets gewend. Maar weet de gij, Liekske, of die Kobus dat kan verdragen als een echte vent? En gij, Kobus, weet de gij wel dat Liekske nooit thuis is door al die muzikale noten. En dadelijk geef dat heel huishouden aan de kloten. Ze geef van Frans naar Heintje Davids. En op naar de harmonie. En al die tijd zie de gij ze niet. Kobus, al ben de gij nog zo snel, met al dat gekletst werd ouw leven een hel. En Liekske, ouw twee lepjes, die kende gij toch niet achterlaten? Dan geef heel gibberd erover praten. Yeah.
Wij hebben genoeg gezannikt en door zitten zagen. Dus laten... Dus later hoeft gij niet bij ons te komen klagen. Want dit huwelijk kan niks worden en stelt niks voor. Wij hebben ons zegje gedaan en zijn er van deur. Houdoe! Ja, ja, ja. Het is algemeen bekend. Liekske die bespeelt een instrument. En ze heeft een heel harde toon op haar tenorsaxofoon. En rusten komt in haar muziek nooit voor. Want dan lult ze er zelf tussendoor. Ook vrijdagavond doet ze goed haar best met deze groep van het B-orkest. Maar waarom zou ze van haar niet meer trouwen? Waarom wilde jij dat tegenhouden? Wat is ze eigenlijk fout? Je bent toch ook, je bent toch ook ooit hier in een onrecht getrouwd? Je bent er ook niet slechter op geworden. Al doe ik het af en toe wel regelmatig zeer aan mijn oren. Maar ook al ging het soms wat verkeerd, jij hebt al heel veel bijgeleerd. Kobbers, die zal er wel aan wennen. En anders gaat je wel een rondje rennen. Onze voetbalkampioen. Dus Gally zal dat hier ook mee moeten doen. Zometeen de vrienden van Kobbes, Maaike Bots en erachter bezwaar 6 wat Peter en Dion. Een goede vriendin van Liekske. Die vertelde, mene mens, dat is er net in de letter Q. Hoezo vroeg Lieke de letter Q? Zich verbaasd af. Nou zit die vriendin een grote nul met een klein startje. Heren. Ja, beste mensen, ik ben dan wel getuige, maar ik heb ook bezwaren. En dat zegt alles over de relatie die wij hebben met elkaar. Want als zuipmaten is ons eerste bezwaar nogal van groot gewicht. Want het kan wel zijn dat Liekske voor vlugge kobbers is gezwicht. En wij hier allemaal een beetje gezellig gaan lopen doen. Maar wie komt er merken over de brug? Met alle poen. Gally gelooft toch niet dat vlugge kobbers die allemaal gaan betalen? Nee, nee, wij weten wel bitter. Dat valt niet veel te halen. Want als er wat vreten of bier te zuipen valt, is Kobbers er als eerste bij, zonder dat ze een cent hebben geteld. Want als er bezwaar betaald moet worden, dan geeft vlugge Kobbers meestal even pissen. Want zijn centen, jongen, die kan je maar verrekken slecht missen. Dus die bruloft hier, die kennen we ons betreft alleen gezellig worden nog als we al het bier kennen schreven op de pof van Kobbers den Hof. En mijn volgende bezwaar heeft te maken met de bruid. Ga je zelf misschien zeggen, wat maakt dat toch weer uit? Maar ik weet niet of je dat gezien, anders kijk nog maar eens gauw. Maar in dit geval ging het toch echt over een vrouw. Wat ons betreft moet dat vandaag toch echt niet kunnen. Want achter die kont van Kobbers, de lopende maag gesproken, alleen maar mannen. Weet ik dat niet, hè? Papa. Want hij doet meestal wel zijn arg hupje. En denkt dat hij kan dansen. Maar achter die wibbelende kont lopen meestal alleen maar mannen te chansen. Dus voor deze trouwerij willen wij nou eerst en voor altijd weten, is Kobbers van de verkeerde kant of wil hij van twee walletjes eten?
Liekske, luister eens goed, maatje. Het derde bezwaar heeft alles te maken met het vorige bezwaar. Want bruid en bruidegom moeten ook wat hebben aan elkaar. Kobus lijkt nogal gericht op eigen genot. En zoals wij al jaren vrezen, uitzicht daar vooral tijdens het knuffelen en het kezen. Was het geval, uit betrouwbare bronnen weten wij al jaren dat Kobus de liefde bedrijft als een konijnt met grote oren. Hij gaat erbij tekeer met heel veel tromgeroffel. En als hij kan, dan neemt hij hem gelijk op zijn pantoffel. Dus, kom eens. Houd u maar niet langer van een domme. Want gij denkt dan wel met lange halen snel thuis te komen. Maar als Liekske onder de dekens wil genieten van plezier, zal ze toch moeten komen binnen een seconde of vier. En dan heb ik geluk dat er rijmt vier. Het vierde en laatste bezwaar tegen dit paar heeft ook te maken met het vorige bezwaar. Want hij kan dan wel wiebelen met zijn sigaar. Een gatje boren. Krijg je echt niet veel kaart. Tom, jij hebt het ook al genoemd, hè? Maar het gaat hem echt niet lukken. En dan op te maken met zijn huidige vrouw. Want die makelaar die zal hem niet laten vertrekken in zijn gebouw. En een vrouwenkoe wordt blieden in het Gimmerse land. Met veel verstand, maar met twee linkerhand. Zijn gereedschap. Bewaart hij terug in een plastic zak. En dan belt hij jullie vader. Vader, kun je even langskomen? Er moet een mooi rond gaatje geboord worden voor een schilderij. Nee. Daar kennen we verstand niet bij. Dus, Liekske, meisje, het spijt ons. En deze boodschap is misschien dan wel een beetje laat. Maar laat onze Kobus maar mooi zitten in de kopper in de Dokter de Kuiperstraat. Laat hem maar mooi zitten in zijn grote kiet. Want dansen, nijen of timmeren, dat kent hij niet. Dankjewel. Hey, jongens. Goedenavond. Goedemiddag allemaal. Dit is geïmproviseerd, maar goed. Dit is geïmproviseerd. Ik ben getuige van Kobus. En ik ben uit de kast. En dan hoor ik net een verhaal. En dat klopt ook wel. Maar weten jullie wel, na 12 uur is deze onecht verbindenis verbroken. Maar ik blijf vannacht bij Kobus slapen. En ik zal jullie wel vertellen. Dat is niet de eerste keer. En als ik bij Kobus blijf slapen, dat is echt waar, dan slaap ik bovenop de vliering. En je weet, op de vliering worden altijd de spannendste kamertjes gemaakt, hè. En ik heb zo af en toe het gemoed, ik kom uit een Elsendeur, maar ik heb gehoord dat een Elsendeur of een Gimmer het ook voor het gebeurt. Maar, ik heb een getuige, hè. En dat is Rob. En moet eens kijken. In onze wereld, hè. Als jij een rode zakdoek achter op een kont hebt hangen, dat betekent iets. En ik denk nou dat Rob dat niet voor niks gedaan heeft. Dus wat mij betreft, de huwelijk kan doorgaan, want nou heb ik Rob. Sorry, Ad. Laat maar even tussendoor.
Ja, geef niet Frans. Geen minuut, hè. Geen minuut, hè. Hey, jongens, noemde jullie je eigen nou vrienden? Ik dacht, daar komen ze wel wat meer van jullie respect verdiende. Gaan jullie wilt hoe een drank op Kobbers verhalen? Met zuipen moet het toch echt wel zelf betalen. Kobbers, die is niet zo pinnig als galiment. Ik dacht, dat je hem onderhand wel een beetje kent. Nou, die tweede bezwaar is ook al een hele grote flop. Want Kobbers, van de verkeerde kant, hoe kwam hij erop? Hij is voor mannen wel een held, maar alleen maar op het voetbalveld. Daar duiken ze erop als gekken en proberen ze hem af te dekken. En verder hit je een beetje chance met een grote vriend Frans. Maar die kennen elkaar al zo verrekkers lang. Die doen niks verkeerds. Ben maar niet bang. Ook dat bezwaar van die kneet met grote oren. Nou, dat gaat je ook helemaal niet worden. Want met deze intieme zaken, de herder gaat hier geen flikker mee te maken. Hij moet zelf weten wat hij onder de dekens doet. Nog niet, al doet je het continu. Hij woont daar in Helskoen groot huis. En daar blieft gewoon zijn thuis. Want Mirjam, zijn ex en lieve schat, die als makelaar toch al huizen zat. Dat dusje, die redt er eigenlijk wel. En anders, dan trekt ze wel een keer bij jullie aan de bel. Gerrie moet dus over Kobbers niet zo'n kooie praat verkopen. Anders dan laat je jou straks ook nog helemaal lopen. Dus houd in het vervolg een beetje een fatsoen. En dan zal het hiermee moeten doen. Een stelletje vrienden van Kobbers, die zaten bij Liekske in de sauna. En omdat ze niet goed wisten waar ze hun mobieltje moesten laten, had ze maar gewoon tussen hun billen verstopt. Een andere saunaganger, die zich nogal stoorde aan dat juppengedrag, ging naar het toilet en die kwam terug met een stuk papier. Toiletpapier tussen zijn billen. De vrienden van Kobbers keken elkaar lachend aan en zeiden, je hebt nog een stukje papier tussen billen hangen, man. Ja, zit ie. Ik geloof dat ik net een fax heb binnengekregen. Peter en Dion. En dit wordt het zevende bezwaar dadelijk Jos van Gassel en Pieter Michiels, vrienden van Liekske. Liekske, wij maken flink bezwaar tegen de huwelijk. Dat je nog een keer gaat trouwen is toch gruwelijk? Hoe kan het dat nou toch doen? Of doe het deze keer voor de poen? Die Kobbers kunt die nog niet eens op een wit perd. Is ze jou eigenlijk dan ook helemaal wel werd? Nee, een boer zoekt vrouw. Maar voorlopig nog niet met jou. Hij denkt misschien te veel aan Brigitte Bardot. Want we zien nog eens geen huwelijkscadeau. Hij kan bitter op het land gaan maaien en zaaien. En voorlopig het huwelijk gaan terugdraaien. En ook tegen jou willen we eigenlijk dit zeggen. Dat je bitter die huwelijk kunt stilleggen. Maar wij snappen dat dit vandaag niet zomaar gaat. En zeker niet met Kobbers van het Urst, een sportfanaat. Want die wil wel vooruit. En zeker met zo'n skon en lekkere spruit. En dan erbij gaat thuis ook nog een ex. En dat wordt toch wel heel erg complex. Want wat moet er nou met die twee mannen? Je kan het ook uit Umse beurt die putje dammen. En de kindjes, die kunnen toch ook niet zomaar verlaten. Want anders wordt het straks ook nog piraten. Wij snappen dan ook niet goed wat je allemaal doet. Je bent tenslotte niet in Hollywood. En ook een huwelijksreis zit er al niet aan. Hey, die kop is eigenlijk wel een goede baan. Of is toch wat klooien op de boerderij niet meer als een beetje aandachttrekkerij? Liekske, wat je weggooit komt niet meer terug.
Denk ook goed na en zeker niet te vlug. De liefde mag dan altijd overwinnen, maar zet niet alles op vandaag en blijf bezinnen. Denk goed na wat je doet. Lieve dames, wij gaan de huwelijk absoluut niet stilleggen. Dat kan ik al even op alvast zeggen. Hoezeer het mij ook eigenlijk voor Ali speet, maar met zo'n bezwaar kan dat echt niet weten. Ali spreekt van een hak op de tak en uw argumenten zijn heel zwak. Een wit pet, wat klopt er daar toch voor? Er is Willem de Perenkoper al bij van deur. En met die baan van Kobus, niks aan de hand. Onze Kobus is een boer van stand. Zijn salaris is zo groot. Daar komt hij binnenkort nog mee in de quot. Hij kan als je wil hier die hele tent wel kopen. Dus let al die zwaar bezwaar maar heel gauw lopen. En al maakten wij ook heel veel zorg over die poen. Je zal het hier echt wel mee moeten doen. Kobus, die zat een keer bij Liekske in de sauna. Komt er tegenover Kobus en een olifant zitten. En die olifant die kijkt zo eens naar Kobus. Begint te lachen. Dan zit ik daar te lachen, vroeg ik Kobus en die olifant. Hij zei, moet jij mij zo'n klein dingetje eten? Jos van Gassel en Pieter Michiels. En nadien het bezwaar van de vriendinnen van Kobus. Achtste bezwaar van de vriendinnen van Kobus hierna. Goedemiddag samen. Wat er maar eens goed voor zitten. Dan zullen wij het een en ander uit de doeken doen. Maar u zullen wel zijn eigen voorstellen. Dat doen we uit goede verzoen. Dit hier is Jos en ik ben Piet. Aljorre, Cameroy, van Sjakke en Liekske, goede Cameroy. Dus als ze weinig geheimen voor ons hebben, dan kunnen jullie dus wel rooien. En ons vrouw, die zitten hier ook in de zaal. He? Dus die steunen ons pleidooi al helemaal. Dat we veel over ons Liekske weten, dat zullen jullie na vandaag niet snel meer vergeten. Onze geminde excuses alvast. De details hebben we liever voor ons gehouden. Maar we moeten wel. Want direct gaan ze nog echt met die koppers trouwen. Want eindigste als een paal boven water. Liekske, meidje, hier kreeg ik er spijt van, vroeger of later. Zoals gezegd, wij maken groot bezwaar tegen de vergenoemde huwelijk van dit paar. Maar eerlijk gezegd gaan we dit eigenlijk wel aanzien komen, al een tijdje. Want snelle Kobus, die naam die zegt het al, die scoort gair een schoon meidje. We zullen jullie maar eens vertellen hoe het allemaal zo is gekomen. Dan kunnen jullie zelf bepalen dat deze poppenkast al is mislukt voordat het is begonnen. In het weekend Liekske geren naar het hokje van Amy en Joey kieken. Dachten wij. Maar ze studeer een paar vuiltjes wijd erop te kieken naar die krombijn. Naar die krombijn van de Kobus te blieken. Ze is niet meer te houden daar op het voetbalveld. En die heren kinderen maar hokje, tot ze zijn uitgeteld. Elk weekend na de wedstrijd waren die jongen jullie je moeder kwijt. Toen Piet en ik dat een beetje in de gaten kregen, ja, daar gaan we moeite mee. Toen werden we toch wel wat verlegen. Maar, zoals het goede kameraai betaamt, hebben we ons verantwoordelijkheid genomen en zijn we een grondig nader onderzoek begonnen. En dit is het resultaat. We weten veel, maar we zullen niet alles zeggen. We zijn ze gaan bespioneren in sauna Termeson. Wat daar gebeurde, dat waren niet al te schoon. We schrokken ons wezenlijk woord kapot. Het waren niet iemand te zien, het waren gewoon te zot. We zagen die snelle Kobus daar ook een houwend komen. En zijn eigen te laten verwennen. En ook niks om te leren fluiten, godomme. En Liekske gaf hem les, zijn saxofoon. Gaf les op zijn saxofoon. Het waren verschrikkelijk te zien, die kloon. Liekske gilde dan weer luid, als ik een sax zo zie, dan komen er maar weinig noten uit.
We weten veel. Maar we zeggen niet alles. Kobus, die braakte haar kop helemaal op hol. Het waren niet normaal. Die twee die maakten het veel te dol. Dus we zijn stad en land met haar afgerissen. Om te kijken of er iemand was die haar kost genezen. Een bakker, een slager, een pastoor. Fijn. Alles wat laag in ons maagd. Maar niks of niemand heeft ons Liekske op andere gedachten gebracht. Op een gegeven moment hebben we zelfs Viagra in de koffie gedaan bij Holly thuis. Ja, in de koffie gedaan. Om te stimuleren, zal men zeggen. Maar toen is alleen bij Jacques wat overeind gaan staan. En Liekske die bleef heel nuchter onder het spul. Ze gelooft zogezegd die in die flauwe kul. Maar die verrekte kobbes die braakt ons Liekske maar degen in extase. Alsof het niks was. Hup, hormoontjes weer in de exponentiële fase. Ja, we weten veel, maar we zeggen niet alles. Ja, en dan onze nerem is Jacques, Liekske's ex. Die moest het al die tijd maar zien te rooien zonder seks. En voor diegenen die hem kennen, dat waren voor Jacques wel lekker zwennen. Schoon vrouw en een mooi lijf. Ik wil ze terug, de verrekkers lekker wijf. Daar heeft Jacques veel keer eens geroepen in emotie. Door den bos zijn we geweest, bij een bisschop, gesmeekt voor de devotie. Allemaal het niet veel uitgehold, vandoor dit pleidooi. Wij zijn bij een eind, maar gullie vindt van deze zooi. Ben de gullie het er wel mee eens, of komt de achter ons te staan? Laat u heuren, dan is het tussen jullie doorgedaan. Dan hoeft er niet te worden geschreeën of gescheeën. En dan zijn wij en gullie allemaal tevreden. Dan kan Jacques met de keinder en met hetzelfde wijter gaan, als vanouds, er tegenaan. Liekske, maatje. En nou nog eens wat. Als die Kobus nou eens een hoop centen haar. Heb je niet? Van het voetballen kost je al niet rondkomen. Heeft je er ook maar gewoon een bandje bij genomen. Dus ik waarschuw vast, vergeleken bij het voetbalverhouden van Robben, die het voor jou financieel gezien toch wel een beetje toppen. Hij gaat voetballen op het veld of in de zaal. Iedereen zal zeggen, one scandal. Not speulen in de kroeg, kriet hij van al die charmes nooit genoeg. En gij blijft thuis de sokken stoppen of de pan vol hokus doppen. Met zijn maten stappen en vergooit hij al zijn duiten. Liekske, kijk toch uit, gegooit ze in hoe wij geruiten. Ik kijk allemaal wat kon, maar met de aanstaand huwelijk is het snel gedaan. Over 4 weken, misschien waren het er 6, geeft de huwelijk alleen nog maar de stress. Waarom gaat hij weg bij Jacques? Laat die kobbers toch door het ijs in de zakken. Jacques en uw kinder, dat is uw huis en uw hert. Als ze te lange lessen toch veel meer werd. Hij kan tenminste noten lezen. En vooral goed ritme houden. Dat is niet geheel onbelangrijk voor de meeste vrouwen. Snelle kobbers daarentegen. Met een nadruk op snelle. Tja, wat moet ik nog meer vertellen? We weten veel. Maar we zeggen niet alles. Als je het allemaal goed op een rijtje zet en evalueert, dan is de huwelijk gewoon verkeerd. Wij stellen voor, laat het bij het oude, Kobbers zijn eigen en Liekske ga je het jouwe. Gebruik net als wij, uw broer verstand, dan laat het hierbij en is er wijter niet veel aan de hand. Want zoals een oud Gimmert spreekwoord luidt, geluif het maar, want dat komt uit. Wie in de Gimmertse voetballen vrijt, die is voor hul zijn wijter leven flink genaaid. Wij stoppen nou met ons druk te maken. We gaan hinnen. Het zijn jullie, immers jullie eigen zaken. Maar kom over ekkers dan ook niet klagen over het ontbreken van wat welbehagen. Houdoe. Jongen, jongen, jongen. Wat is het toch erg. En Ben, ga je nou eindelijk verder? Ga je Ben in zonwissen spioneren? En moest ik uit de zaal ook uit de kleren? En voor de dames goed voor een dag te komen, er is zeker ook een Viagraatje genomen. Maar het pleit wel voor Ali en hij stop, ga je neemt het wel voor Jacques op. Maar met hem heb ik geen meelijden. Die zal zijn eisen natel neien. Ga je het me zwaar, worden niet heel veel mee kant.
En van voetballen heb je ook helemaal geen verstand. Die Gemmerse spreekwoorden, die zijn ook gelogen. En die heb ik gewoon uit mijn duim gezogen. Zo ken ik er ook nog wel een paar. Hier jongens, luister maar. Wie in Gemmert heel veel doelpunten zet, die scoort ook altijd goed in bed. Of wie heel zuinig is op zijn fluitje, die is daar ook wel op zijn bruidje. Jongens, bekommert te weigen maar in tjakken. Ga samen maar lekker een pilsje pakken. Je kan samen vandaag nog lekker deugen zakken. En behoed te weigen maar voor ongemakken. En loop vooral niet neven uw schoen. En hier zal het mee moeten doen. Het volgende bezwaar is van hoe heurt het eigenlijk de vriendinnen van Kobbes? En dan namens de harmonie Kobi Nuyens. Ik wil jou niet meer zien, zei Mirjam laatst tegen Kobbes. Toen je een beetje laat en beschonken van het zaalvoetballen terugkwam. Oh, dat is goed, zei Kobbes. Dan zal ik maar mee het leegtijd doen. De hoofddames. Er staat hier de vriendinnen. Hoe heurt het eigenlijk, de vriendinnen van Kobbes? Maar ze hebben een stand in met Piet Slit. Piet, kom hier. Piet, je bent niet zo groot. Kom hier maar staan. Piet, kom hier maar staan. Ja. Durven jullie er niet bij, dames? Ja. Kijk, het probleem is... Gij komt uit Helmond, geloof ik. Zij komen van heel wijd weg. Ze praten heel deftig. Hoe heurt het eigenlijk? Een aantal tips van de hoofddames. Ik doe het eerste stukje dat jij het kan verstaan en de rest doe ik in Gimmers. In Gimmers gaat het niet zoals het heurt. Er wordt veel te veel met de huwelijkse etiket geleurd. De bruidegom, die had het niet voor het kiezen. En konden wij hoofddames met twee effen alleen maar verliezen. Wij zijn niet het bruidsmeisje, niet de getuige en ook niet de bruid. Maar we zijn wel hofdames, naar verluid. Alle hofdames weten hoe wij een trouwerij en hoe een trouwerij eruit moet zien. Tot in de puntjes verzorgd. Netjes en clean. Dat verstaan ik niet. Van enige etiketten is hier echter geen sprake. Daar moeten wij als hofdames toch echt voor waken. En... De boer hoort inderdaad de dame niet te vragen. Er hoort een bruid te worden aangedragen. Twee. De uitnodiging kwam veel te laat. Dat is geen stijl. En klinkt een beetje als een moedje. In alle rijl. Drie. Wat is de bruidstaart vandaag? Was het geld op bij de bruid? Dat is de vraag. Vier. Iedereen hetzelfde gekleed als de bruid? Dat kan echt niet. Draag dan liever net als ons een boerenruid. Vijf. Dan is er ook nog de regel van waar je moet gaan zitten of lopen. Maar kijk maar hier hoe het erbij zit. Zelfs allemaal nog half bezopen. Zes. We zijn erg benieuwd naar de openingsdans. Kontje naar achteren, maar maakt hij daarmee kans? Daarnaast hebben we de bruidegom nog steeds verder af zien zakken. Op de tractor, in de modder en het melk in uit te vlakken. Op het tennisveld speelt hij geer het enkelspel? Of zoekt hij liever naar het voorspel, naspel of overspel? En ook is bekend dat je de laatste weken heel veel fitland. Ja, daar heeft hij gestaan. Denkt jij nou echt dat Lienske verder wasbordje zal gaan? Wat is die net een herenboer die ons raakt? Die ons als hofdames het hof zou hebben gemaakt. Al met al... maakt de onecht niet de beste beurt. En dat is natuurlijk ook niet zoals het hoort. Nee, het ging echt niet zoals het hoort. En wij gaan ervan uit dat het volgend jaar volgens het protocol gebeurt.
Okay. Dankjewel, Piet. Advocaat, jou het woord. Doen de dames niks? De dames, nee. Oh. De dames hebben geen stem meer. Het zijn de Hof met dubbel F, dames. Hi. Maar wil je wel even op het podium? Dus, ze willen wel even op het podium staan. Ah, Piet, ik richt mij toch even tot de dames, als jij het goed vindt. Dames, als Gally zo goed weet hoe het heurt, dan maakte bij mij al een heel kwijt beurt. Zo maakte bij mij al weinig kans, want liever net als ons is geen Nederlands. En verder heb ik nog in een kwak meer taalfouten bespeurd. Dus denk maar niet dat Gally weet hoe het heurt. Want waar volgend jaar is gebeurd, moet met een D. En naar verluid met DT. Maar, oké, ik zal stoppen met komen neuken. Dan gaat die wind van mij wel in de keuken. Ik kom even terug op al die bezwaren. Nee, zo zit dat hier niet in elkaar. Hoe wij hier een bruidegom bij een bruidje zetten, wordt bepaald door heel andere wetten. Wij bingen als het ware zelf de kat op het spek. En zo moet het blijven en zo is het maar krek. Wat er in Gimmel ook gebeurt, het blie zoals het is en het is zoals het heurt. Verder klaagde Gary nog over een aantal zaken die hij met bezwaren niks te maken. Over voorspel, naspel, enkelspel, overspel. Onze Kobus die beheert ieder spelletje wel. Als hofdames weet ik voor alles wel een beter. Als hofdames weet ik voor Ali wel een beter alternatief. En misschien doe ik dat wel net zo lief. Gewoon maar wat koefelen, griezelen of het gras maar meien. Voor en achter het huis en ook bezaaien. Kobus, die een hof genoeg. En dan kan je vader ook een keer mee naar de kroeg. En zijn gezonneke, dat blijft ook stralend groen. En dus zal ik het hiermee moeten doen. Als deze vriendinnen... Als deze vriendinnen van Kobus gaan winkelen, nemen ze tegenwoordig nooit meer hun man mee. De laatste keer dat de een van hun dat deed, vroeg van, en, steed is er ook? En had die man geantwoord, nee, dan moet er een plooiengezicht bij trekken. Bij die plooierok. Kobi, aan jou het woord. Namens de harmonie, Kobi Nijens. En dan, Sjakke, naar dit. Lief bruidspaar. Geachte heren van de Hoge Raad. Waar ben ik jullie allemaal? Steek uw vingers eens op. Doe een beetje naar mij luisteren. Geachte heren van de Hoge Raad. Wij maken bezwaar tegen deze bruiloft namens Harmonie Excelsior. Want jongen, het is toch niet waar dat ons Durske met een groot schoon instrument gaat trouwen met die vent. Want ook al is hij volgens jullie een vlugge, volgens ons moest hij niet muggen. Wij willen ons blazerken niet kwijt. Want het is een keigezellige meid. Heel goed lachs, zeg maar gerust, het brult zijn best. Het zal wel te maken hebben met een horecanest waar ze uitkomt. Uit Helimond. Maar weten jullie wel, Hoge Raad, waar je aan bent begonnen? Want die twee samen zijn redelijk onbezonnen. Weten jullie dat ze niks doen dan appen? Doe zelf maar eens een beetje zappen. Dan zie jij foto's, je weet niet wat je daarmee moet. Liekske onder de zonnebank. En ze draagt bekant geen goed. Ze draagt alleen maar een poffer. Ja, Kobus, jij bent een boffer.
Dan stuurt hij weer een foto dat hij zich staat te scheren. En dan zegt zij, oh, ik hou wel van gladde heren. Dan komt er weer een appje over haar strakke lijfje. Ja, ja, die Jacobus, die houdt wel van een lekker wijfje. Dus, alsjeblieft, Hoge Raad, gebruik uw verstand. Anders loopt het gruwelijk uit de hand. Met die Jacobus en ons badvrouwke, hou ze maar strak aan een touwke. Maar als ze toch gaan trouwen, ons Liekske, hoe gaat het dan wijten met ons muziekske? Hoorde jij daar dan niet meer bij? Zit jij dan niet meer op de achterste rij? Dan wordt er geen zoete witte wijn meer besteld. En geloof het maar gerust, dat kostte Hermen niet een hoop geld. Maar je hoort het wel allemaal al, ons verzet is taai. Want we willen jou niet kwijt, onze eigen hollewaai. Geachte heren van deze wijze raad, het is nog niet te laat. Maar laat het deze bruiloft toch gebeuren, dan moet er straks bij ons niet komen zeuren. En let wel, wie zeurt? Dank u wel. Nee, Gally moet inderdaad niet zeuren, want deze trouwerij die is te echt te gebeuren. Maar maak de weigert toch niet zo druk, om dit te kunnen huwelijksgeluk. Dacht jij nou echt dat ze nou nog dit te trouwen met muziek maken op zou houden? Nee, nee, nog niet bekend. Jongen, jongen, wat verstand. Want met Lieske, met haar instrument, kreeg Kobus eindelijk qua muziek thuis in de tent. En die appjes, dat was, die wij tegen kregen, ach, dat wil niet zo heel veel zeggen. Die foto's die ze uit lieten lekken, waren alleen maar om een beetje aandacht te trekken. Dat was alleen maar om Ali nieuwsgierig te maken. En hem alvast een beetje in de stemming te raken. Ben maar niet ongerust, want Arjen Holloway, die biedt er heel gezellig bij. Waarschijnlijk misschien wel tot de pensioen. Dus had het hiermee moeten doen. We krijgen nu bezwaar van Jackie, ex van Liekske. Een jongen. Die vroeg pas dus aan zijn vader, pap, 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 waarom zijn alle bruiden, als ze trouwen, altijd in het wit? Dat is niet zo moeilijk, zei die vader. Alle huishoudelijke apparaten zijn wit. Ja, ja, hoe ga ik hier nou over in? He? Door al die bezwaar. Mijn brilken opzetten. Houd hem vast. Kobbes, komt ie aan. Maar mijn meisje, wat doe je nou? Verliefd geworden op een voetballer en gelijk al in een trouw. Ik dacht dat hij leek op Van Persie. Maar als ik goed kijk is dit toch wel een heel andere versie. En onze liefde, we moeten nou toch in? Een ooievaar staat ook niet op één been. En weet jij wel waar je aan begint? Of is het zoals iedereen al tegen me zit, allemaal maar even gemeend? Je laat er in ieder geval geen haar op groeien. Ik had het tenminste niet verwaagd. Of denk jij, Kobus, ze is nog maagd? Daar gaan we nog wel over. Kobus, weet jij intussen wel wat ze doet? Ze ziet veel mensen in de blote nondelu. Kippen, koeien, geiten, schapen en een hond. Ze lopen er allemaal in zijn blote kont. En een badvrouwke, daar wel. In hart en nieren. Maar Kobus, of ze er met jou kan plezieren? En Kobus, mijn complimenten. Je hebt het voor mekaar. Zo snel kreeg ik het nog eens niet voor mekaar. Ik weet niet waar je allemaal hebt. Maar je hebt ze in ieder geval en zo is maar net. En je weet verwanten, de hakken laag gezien. Maar hou in de gaten, ze is van 48 en geen 18.
vuurlijk over praten. Dat heeft allemaal niet zo heel veel zin. Daarom ga ik vandaag ook maar eens op zoek naar een skoon boerin. Maar ik zet ons Liekske nog maar niet buitenspel. Want je weet nooit, voordat je het weet, is het weer aan de bel. En je bent er intussen wel achter, ons Liekske, dat is een heel goeie vrouwke. Zonder grote bakkes. Kijk maar eens goed, ja. He? Want het is gewoon een pauke. Wow. Dat gelukt de herder dan toch maar. Maar of die voldoende is voor over elkaar. Saxen op de telefoon, dat doet ze elke dag. Getoeter en geploeter. Ik wou dat je dat maar eens zag. Gelukkig hebben we in de buurt niet zoveel klachten. Maar beste Kobus, of ga je elke dag op dat gepiep zitten wachten? Je hoort natuurlijk veel gefluit in het spel. Dat is wat anders dan de sax. Dat hurde, hoop ik wel. De bal is rond, dat weten we allemaal. Een boer is troef en mist al veel te vroeg kaal. De voetballer velt op mooie vrouwen. Maar er is nog niet meer gezit dat ze van hem houden. Hopla kennen ze allemaal. Maar wat is nou het verhaal? Dat weet geen mens, ondanks deze vol zaal. Kobus, je waart er pas geleden bij die bushalte wel veel te laat. Je waart zeker nog bezig op het land met alle zout. Ons Liekske zat maar te wachten en te smachten. Maar in plaats van Kobus kreeg ze maag- en darmklachten. Ze zat toen maar zielig achter het glas en verder gij je waard, leek ze voort op een weduwe op bedevaart. Nee, nee, Kobus, je bent ze nog niet werd. En ook nog niet zo geland. Je bliet een gewone boer, een boer voor op het platteland. Het zal allemaal ook zijn vaart niet gaan lopen. Liekske, mijn vrouwke toch. Kiekt uit en telt dus de knopen. Liekske, je bent voorlopig in de wolken. Maar nu vandaag worden ook veel koeien door uw gemolken. En wie weet waar nog meer. Tuurlijk ben ik ook een beetje blij, want ik hoef in ieder geval niet in de wei. Maar alle gekheid op een stukje, nog even en het is zo wijd mijn durske. Achteraf kunnen een koei pas in de kont gaan kieken. Huh? En hebben spijt, dan zijn er nog andere technieken. Voorlopig ben ik de Sjors en moet ik er doorheen. Maar voordat ik het weet, heb ik ook wel een skoon boerin. Het is voor mijn kip en klaar, daar maak ik maar de bezwaar. Vrouwke, even een kusje. Sjaak. Hoef je weg te lopen? Jacques, jij had Kobus meer van Persie vergeleken, maar dan heb je niet heel goed gekeken. Onze Kobus die is veel knapper en niet zo'n verwaande oelewapper. Maar, net als Van der Vaart met Sylvie van der Meis, zo brengt Kobus ook met gemak heel veel schoon vrouwen van de wijs. Liekske is ook zo'n knappe knaller, dus pas perfect bij een topvoetballer. En daar snapte jij natuurlijk helemaal niks van. Je bent eigenlijk maar gewoon een gefrustreerde man. Jij zit wat over futiliteitjes te futteren en probeert nog wat tegen te sputteren. Wij raken hiervan echt niet van ons stuk. Tenminste, tenslotte heb jij nou ook hartstikke geluk. Want jij hebt nou een vrij spel. En dat beveelt jou natuurlijk wel. Je rijdt ook geen een skeve schats. Dus ben maar dankbaar in de plaats. Een paar dagen geen gemekker aan uw kop. Vind je dat nou ook niet top? Dus profiteer er maar eens lekker van. En nou dat eindelijk eens in de kerk kan. Maar houdt wij wel een klein beetje op fatsoen. En dan zal het ook hiermee moeten doen. Vanavond nog even over praten.
We krijgen nu het bezwaar van de buren van Kobbes, Jos en José Bezemer. En dan het laatste bezwaardag van Merem van der Laar, de ex van Kobbes. De directeuren van de gezamenlijke bierbrouwerijen die hadden een congres. En de afloop lopen ze gezellig even aan de bar. En de directeur van Grolsje bestelt een Grolsje. En Freddy bestelt uiteraard ook een biertje van zijn merk. En toen zei Peter Swinkels, doe mij maar een glaasje water. Waarom drink je niet gezellig met ons mee? Vroeg Peter. Hij zei, als jullie een bier drinken, dan drink ik ook geen bier. Jos, komt het podium op. Meneer de voorzitter, leden van de Hoge Raad. Wij als buren vinden het maar niks, daar komen ze vertrekken. Hij laat niet alleen zijn vrouw en kindjes, maar ook ons als buren gewoon verrekken. De buren en Kobbes kan er goed accederen, maar dit kunnen wij geen van allen tolereren. Dat je heel hard kan lopen is kon, maar zo hard van stapel lopen is niet wat we wonen. Hij hier ook niet goed over nagedacht en Lieske is de enige die ermee laagt. Hij laat een verrekkerskon vrouwken alleen en dat vinden wij van hem heel gemeen. En straks al die nieuwe vrijers bij haar aan de deur. Er is bij ons in de rustige buurt veel te veel gereur. Daar komen ze ook zelf ook niet zoals die zitten met Lieske. Dat volgt heel duidelijk uit het eind van het muziekje. Om 12 uur is het al gedaan. Ook het feest. Nou, zo'n feest is Kobbes nog nooit geweest. Daarom moeten jullie als wijze mannen niet met Kobbes en Lieske samenspannen, want deze brulf niet deur laten gaan. En dat met rechte rug aan Kobbes verstand. Dankjewel. Een bezwaar van Bezemer advocaten, verdikken nog, dacht ik. Oei, oei, oei. De haak heb ik gezien in de gaten. Nou zit ik gruwelijk in de knoei. Want met een hooggeachte confrère, dat is een echte prof. En van hem heb ik nog heel veel kunnen leren. Dus die haalt mij hier flink door het stof. Ik denk, die begint te zeuren over huwelijksrecht en bigamie. Maar er kan me niks gebeuren, want dat doet hij helemaal niet. Hij probeert ons huwelijk hier alleen maar te stoppen. Want hij is zo ongerust dat hij niet meer bij jou kan aankloppen. En dat je denkt dat hij verrust. Hij zou het toch nog beter moeten weten. Dan had hij dat waarschijnlijk niet gedaan. Want ooit heeft hij zelf hier ook gezeten. En als broeder bruidegom hier gestaan. Ik denk dat wij hier niet in kunnen trappen. En dat de gezeur en in de vervel. En dit bezwaar, je zal het dus wel snappen. Er blijft dus geen spaan van heel. Een vrijer aan de deur, ook gauw vergeten. Want je snapt toch zeker wel dat ze, als ze iets wijd willen vreten, dan huren ze wel een hotel. Dus, Jos, je zult ons nog iets anders moeten verzinnen. Volgende keer moet het anders doen. Wij schikken oud bezwaar dus in de minnen. En dus je zal het hiermee moeten doen. Het laatste bezwaar is van de ex van Kobbes, Mirjam. Kobbes. Pak hem aan, ja. Kobbes, wat verschoot ik toen jij mijn zint dat je een nijvrouw hebt? Wij liggen toch al samen bekant 30 jaar in één bed? Wij leven al 20 jaar met elkaar in zonde. Wat heb jij in deze nieuwe vrouw gevonden? Draaide dan alles alleen maar om de seks? Er gaat er niet op vooruit met deze oude heks. Hoe ken jij in zo'n Helmondse kattenmapper iets zien? Heb jij iets aan uw ogen misschien? Of kwamen ze in uw Helmond sporttijd tegen en daagden toen al, die ga ik nog eens ooit een vijg geven.
Gij daagt natuurlijk, ik score een schoon voetbalvrouw. Maar dan is ze ook nog eens veel ouder dan ou. Oh jee. Waar de midlifecrisis al niet om mij u kan doen. Je koopt ook al zoveel nijkleren en zo'n verrekte duur schoen. Meestal is het gras bij de buren een jaar of 10 jonger. Daar zijn vrouwkes, die hebben tenminste nog veel honger. Gij daagt, die werkt in de sauna, dat is een hete. Maar ze steunt bij het koubuffet achter het eten. Dit is niet Lieke van Lexmond, jouw idool. Maar Lieke van Sexmond van de muziekschool. Mansvolk in de crisis, die denken maar aan één ding. Terwijl je al tegen mijn gezicht hebt dat Donnie hem ging. Een motorrijbewijs halen levert wat minder sores op. Een nij huwelijk, dat zet wel heel veel op zijn kop. Jullie denken nou allebei, dit gaat hem worden. Maar waagt maar tot de tweede leg is geboren. Maar Liekske van Sexmond, ik zal ou ook eens uit jou een droom halen. Voor dit huwelijk ga jij een flinke prijs betalen. Dit wordt een uurste nacht dat jij niet gaat slapen. Vanaf nu zult jij de hele dag blijven gapen. S'nachts zaagt Kobbes heel bossen hem. Als hij thuis is tenminste, want hij weet het nooit met hem. Dat sporten, dat kan hij nog steeds niet laten. Dat is een dekmantel om te zuipen met zijn maten. Het maakt niet uit wat voor sport het is. Hij is erbij. Als er een kantine is, dan maakt je er allingenavonden voor vrij. Daar worden voor ou heel veel eenzame nachten. Dan kom ik hij heel snel op andere gedachten. Over zijn werk in het ziekenhuis zit hij zeker ook liggen zwetsen. Hij zei dat hij gynaecoloog is, maar dan lukt hij te kletsen. Al dat vrouwvolk in het ziekenhuis, dat maakt hem heel blij. Kijk maar uit, want voor het wit zet die ouwe ook weer opzij. Liekske, jij denkt, nu krijg ik bij Kobbes een kans. Let maar op, want ook van manskerels heeft hij heel veel chance. Bij de sauna, daar kreeg de Kobbes al helemaal niet naar binnen. Daar zou ik de eerste 3 jaar van mijn huwelijk maar niet over beginnen. Muziek maken, dat hoefde met hem ook niet te proberen. Hij heeft wel veel noten op zijn zang en loopt een allingendag te dirigeren. Hij woont dan wel in de Dr. Kuiperstraat op stand, maar al dat geld, dat komt wel van de koude kant. Als mijn bezwaar dan toch in hout snijdt en ik raak mijn kabbes en ouw kwijt, dan zeg ik het huis en de kindjes voor min en de hypotheek, daar stikt de gully dan maar in. En voor kabbes heb ik nog ene zin, als je heel goed je best doet, kom er bij min wel weer in.
ik ben heel benieuwd wat jij er nog op te zeggen hebt. Ja. Als een vrouw het niet van haar rivaal kan winnen, dan begint ze altijd gemeen dingen te verzinnen. Ze skelt eruit voor een lelijke heks die alleen maar uit is op de seks. En uitskelden voor een kattenmepper en nog veel meer van de hatelijke klepper. En weet je wat het kunstje is van een geval is? Allee, Kobus, die mekeert ook al van alles. Wel? Hij kan behalve sporten nog veel beter zuipen en s'nachts keizat tegen de wand te kruipen. En dan leert hij heel bossen in te zagen. Mirjam, waar ik me hier afstoot te vragen. Het leven is een mens, dat is een straf. Ben maar blij, want nou ben er vanaf. Gij hoeft nou nergens geen rekening meer met te houden. Hij wil trouwens toch al niet met jou trouwen. Dat is waar. Weet jij trouwens hoe vluchtig hij tegen ons zei dat je het met Liekske wel heel graag deed? Ja, dat klopt. Ja. Maar, alle gekheid op een stukje. Ik stop ou niet in het beklaagde hersje. Jaag te weigen, maar niet in de stress. Want het is allemaal maar versles. Morgen is alles weer achter de rug en her jij Kobbers weer terug. Dan ben jij weer zijn voetbalvrouw. En dan is je weer helemaal van oud. Inclusief die nee en heel duur kleren en die heel duur schoen. Dus Mirjam, hier zal ik hem in mijn doen. Burger, we hebben het weer gehad en we hebben alle bezwaarmakers plat. En of je het ermee eens bent of niet, ik weet zeker dat hierbij blie. Kritiek is goed, als je maar snapt, je bent er allemaal zelf ook een keer in getrapt. En als je maar één ding goed onthoudt, er is nog nooit een kooi gestorven en een goeie getrouwd. Advocaat, onze dank is alweer heel groot. Want gij haalt ons altijd weer uit de nood. En nou dat gij uw werk weer hebt gedaan, kunnen we rustig weer weiter gaan. En Sik, onze eigen contente mens, ben de gij het er ook mee eens? Ja, burger, geur mij niet klagen. Maar eigenlijk moet ik ook aan ons bestorken vragen of hij hier ook mee kan leven en of hij er zijn zegen over kan geven. Maar bestorken prop, die is er niet. Dat komt omdat hij niet meer goed ziet. Hij moet worden geopereerd voor staar, maar dat komt allemaal weer prima voor elkaar. Hij moet voorlopig eerst maar gaan herstellen. Maar ik mag namens hem hier nou vertellen dat hij het volgend jaar wel weer even spreekt. Maar dat hij in ieder geval nou voor de televisie zijn hand opstikt. Hij kan al zelf ook niet collecteren. Maar Herom zal hem gaan assisteren. Samen met de paus gaan ze even rond. We hopen dat Gulli ze beloont. Met een briefje of een muntje. En ondertussen geven wij een rundje. Want we hebben weer krintemik van het VVV. Dat wil zeggen bakkenvogels, Verder en Van de Ven. Die doen ook weer mee. En terwijl de dames gaan trakteren, gaan wij even pauzeren. En hostoe. Wij zijn hostoe aan een groot moment. Ja, Jacco Kobbers zit er. Martie, kom binnen. We moeten iets eerder beginnen, want de prins moet zometeen weg naar de symboolverbranding met de jeugd.
Wij zijn hors toe aan een groot moment. Maar voordat jullie aan elkaar verbonden bent, keek ik even naar bezijen. Want er steep prins Frank II al wat te treien. Hoogheid, wilde jij nog eens even wat zeggen? Heb jij het bruidspaar nog wat uit te leggen? Ja, ja, heel geer. Als ik nog wat kan zeggen. Ja, heel geer, maar ik hou het kort. Ik wou het even hebben over de sport. Kobbes, jij bent een GVV-icoon. Oud voetbalspel was buitengewoon. Snel, intelligent en niet gemeen. Een goed voorbeeld voor iedereen. Voetbal is ook voor mij mijn lust en mijn leven. Wat dat betreft kunnen we elkaar een handje geven. En daarom vind ik het ook zo schoon dat wij samen hier nou staan. Sporten en bewegen, dat hoort erbij. Zeker in deze consumptiemaatschappij. Dus niet al te veel geouwe hoer. We gooien straks de beentjes van de vloer. En ga je ook, Liekske, bent maar niet bang. Wij maken het samen aan de gang. Alaaf. 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 Ja, mensen, we hebben het allemaal gehoord. Nou zijn eindelijk die twee daar aan de beurt. Bruidspaar. Oh! Ja, maar bruidspaar, ik weet niet of het jullie al is gezet, maar het staat al eenmaal in de wet, aangekondigd door het allerhoogst gezag, deze verbintenis, die is maar voor in een dag. Kobbes en Liekske, jullie hebben al aangewaagd, maar nou kan we voort, had ik zo gedacht. Visken en oude kool, jullie van de politie, assisteert maar eens even met deze comparitie. Hey! En prins Frank, kom jij er ook maar eens bij, want dit wordt anders te veel voor mij. Bruidspaar, ga er maar eens dan. De prins moet zo weg, dus dan kunnen we gauw weer wijter gaan. Kobbes en Liekske. Straks even, ja? Zometeen. Ja. Even wacht. Bruidspaar, jullie start. Kobbes en Liekske, geef elkaar de linkse hand. Ik hoop dat je dat aan het houden kan. Bruidsmeiden erbij. De prins. Die houdt er zijn scepter boven. Als jullie ons trouw gaat beloven. Het is hier dadelijk muisjes stil. Het is hier dadelijk muisjes stil. Als Gelly antwoordt, ja, Ger, ik wil. Prins Frank, ga de gang, maar maak het alstublieft niet al te lang. Liekske, ga je knap en vrolijk badvrouwen. Ga je de knappe mannen aan een touwken. En lopen er bij Ali zo heel veel rond en nog wel in de blote kont. Beloofde jij, ondanks alle verleidingen en lusten, trouw te blijven aan Kobus van het Uurste. Ja, ik wil. Ik kan bijna niet praten. Ja, ik wil. Kobus, sportief uithangbord. Gij bent zo goed in iedere sport. Gij wist menig tegenstander te slopen. Beloofde gij dat gij nooit bij heel weg zal lopen.
En dat je er trouw zal blijven, al ben je nog zo muug. Tenminste, zeker tot morgen gevroeg. Ja, dat beloof ik. Liesken en Kobus, nou zijn we klaar. Gijlie zit vandaag de hele dag aan elkaar. Toen verdiende Gijlie wel een knuffelke ver. Maar niet te lang, want we moeten er. Maar eerst moet er nog worden getekend. Daar had het wel op gerekend. Ook de getuigen gaan ik er niet meer onderuit. Even tekenen voor deze Bruggen en Bruid. Als er ondertekend wordt hier in de tafel, want de prins moet weer weg, dan gaan we daar even het Gimmers Volkslied zingen. Na het Gimmers Volkslied hebben we nog even een intermezzo van de vrienden van Kobus. Als het goed is, komt het op het scherm het eerste en het laatste couplet. Dan mag hier getekend worden aan tafel. De papieren liggen klaar. Van waar ik ben, ken jij ons land. Teg in besneeuwde toppen. Is bij ons de hel en voor de hand. Geef je voor de vier te stoppen. Waar voor de rips komt uit de pil. Dat is de hel en remme gil. En voor de rips komt iets vandaan. Daar ben ik vandaan, daar ben ik vandaan. Laatste couplet. Ja. Dank u wel. We krijgen nu een presentatie van de Diabetesvereniging Gemer 2.0 met de vaste begeleider Geert van Vlerken. De beamer is aan jullie, mannen. Ja, dat kan het doen. Ja. En de dames van ons kunnen even borreltjes uitdelen, kunnen we dadelijk toasten. Ja. Goedemiddag allemaal. Kobus en Liekske. Jacques, jij hebt jouw mooie rode leesbril erbij. Ik heb het al op A3 uitgedraaid, maar ik zie er eigenlijk nog niet zo heel veel van. Waar ben je? Oh, wacht, dat is. Stop. Oh. Ja, we hebben hier een klein verhaaltje voor. We moeten ons bruidspaar even naar voren vragen, want we hebben een filmpje voor jullie gemaakt. Non de jus. A2. Beste Kobus en Liekske. Jullie gaat vandaag trouwen hier bij Dien in de zaal, hè? Dat heb ik al gedaan, trouwens. Met een hoop bezwaren, dat is toch eigenlijk niet normaal, hè? Nee. Iedereen die hier binnenste, heeft al wat te mouwen. Wij zijn blij dat Kobus tenminste een keer gaat trouwen. Dus, wij met z'n drieën zien de huwelijk hier eigenlijk wel zitten. Alleen maken wij ons een klein beetje zorg over de platte witte. Ja, dat had ik gehoord natuurlijk, hè, vanavond. Hij heeft nogal uitgepakt met alle volk hier op de plak, hè.
Om nou niet te spreken van die dure uitnodigingen met die stickers erop en dat gelinde pak. Dus wij hebben deze week het een en ander van jullie in gang gezet. Nee, Kobus. We gaan vandaag niet rond met die pet. Wij hebben gewoon een paar kleine dingen geregeld die jij waarschijnlijk in de drukte waard vergeten. Weet jij wel hoeveel volk er vandaag bij jullie eikens komt eten? Waar zijn ze? Iedereen krijgt een eitje. Even meenemen, dan kunnen we tot... Hè? Ja, komt goed. Wij hebben de rum voor alle man een eiken meegenomen. Als je vanavond meeneemt, dan mag je gewoon tot mei vroeg bij Kobus binnenkomen. En het wachtwoord is dan... Nijd hem maar in de pan. Maar het kan zijn dat hij boven even bezig is, dat we niet meteen bakken kan. Maar hij heet niet voor niks de Vlugge. Ja, die Kobus, die kan er wat van. Waarschijnlijk zit hij binnen een paar minuten weer achter die eierpan. Ja, en jullie weten allemaal wel, hè? Kobus, die zit Gerrit duurste rang, hè? En wij hebben alvast dat dubbeltje in een envelopje gedaan, ben me niet bang. En natuurlijk, goeie boerke moet ik roken in de, met deze dag. Maar, of je van mij eigen sigaretten gehaald, hè? Dat is altijd maar de vraag. Dus, het probleem is, wij zijn eigenlijk slecht aangekondigd, want wij kwamen eigenlijk meteen na de pauze, dat is niet. En wij moeten nog glaasjes hebben. Hebben we die al? Hebben we al glaasjes? Oh, we hebben ook glaasjes. Dus wij hebben ook een glaasje dat wij in de zaal rond laten doen. Wat iedereen die rockt voor jou een sigaretje in kan douwen, dat scheelt alweer een hele hoop poen. Ja, even anders. We moeten ook zeggen, het is een skumbruidje met bruin golvend haar. Ja, daar hebben we ook eigenlijk niks anders verwacht van zo'n bekende gemertenaar. Vroeger kon je hem al verrekkers hoog houden met zijn ballen. En ik geloof ook niet dat hij deze keer hiermee zijn huwelijksnacht ging verknallen. Maar dit waren genoeg lovende woorden over Kobus zijn kwaliteiten. We vinden wel dat Liekske de rest ook moet zien, zodat hij het haar niet gaat spijten. Dus Kobus, let nou goed op. Ik ga hier even staan. En de bruid ook. Let nou goed op, want wij zijn met z'n drieën in de oude doos gedoken. Maar wij zijn er wel een klein beetje van geschrokken. Dus als wij in een keer weg zijn, staan wij buiten jouw sigaretten op te roken.
Dankjewel voor de intermezzo, vrienden. Beste boeren en boerinnen. We gaan er een eind aan brouwen. Drumknauwers en drumknauwerinnetjes. We gaan er samen vast op klinken. En een lekker borreltje drinken. Heeft iedereen een borreltje? Zou ik zeggen. Kom eens. En Liekje, proost op het bruidspaar. Het feest kan eindelijk beginnen. En we blijven gezellig binnen. Even wat opruimen, maar dat is niet zo erg. Over een kwartiertje zijn wij verig, dan kan de hier ook nog wat eten. Want ook de inwendige mens moeten we niet vergeten. Maar ik geef de sik het laatste woord en dan zetten wij ons feestje voort. Liekske en Kobus, wat wordt het weer schoon. Gally heeft het bij, keigoed gedaan. Maar we zijn er nou mee klaar. En Gally bent een fantastisch paar. Proficiat, maar vanavond op het lijst gaat erbij weer nou eigen nest. En namens hier het hooggezag wens ik iedereen nog een hele schone dag. Allaaf. 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 Houdoe. Hiebe de piep! Nou, het was gratis! Hiebe de piep, de piep! Hiebe de piep, de piep! Als ik iedereen mag verzoeken om even misschien naar voren te gaan feesten, kunnen wij even de zaal klaarmaken. Kunnen we de stoelen opruimen en dergelijke. Dankjewel, dat was het. Weet je wat ik wel zou willen?